Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een filmster bij de hand. Een meneer die vriendelijk binnenkomt en die zegt, ja, weet je wel, dat spel marcheert, hè? Niet moeilijk, hè? Nee, helemaal niet moeilijk. Vertel niet. Het is gewoon niet slecht. Drie weken en een half geleden begonnen, of drie weken geleden zelfs? Drie weken geleden begonnen, 7,5 kilo kwijt. Zonder problemen. Zonder problemen, hè? Ja. Zit er nog een beetje gewoon feesten in doen? Ja, 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 ja. Voilà. Dat is straf, hè? Elke zondag. Elke zondag feestje? Gewoon eten wat er is. Ja, hè? En voor de rest, ga je te krakken, s'morgens en s'middags? Ja. En dat zit. En dat zit. En hoeveel schepjes? Drie. Schep, mag ik maar drie scheppen? Drie had ik erin gedaan, ja. Drie? Dat is goed, want je zegt, ja, laat maar, de eerste pot is op. Hè? De eerste shift. Ja. En dan 7,5 eraf. Ja. Ik denk dat er veel hier gaan vragen, meneer, hoe doet u dat? Ja. Veel bewegen ook, hè? Ja, heb je bewogen? Ja, ja, ja. Gaan wandelen en fietsen. En dat deed je ervoor niet, of wel? Jawel, jawel, jawel. Ah. Ja. Maar nu, met skingeloof erbij? Nu gaat dat nog beter. Samas, hè? Ja, ja, ja. Hoeveel gram wil je nog af? Kilogram. Kilogram? Ja, nog een stuk of 10, 15. Oké, okay, cool. 20. Ja, ja, maar dat is niet zo. Oh, nee. Ik ben er ook geraakt op een gezonde, normale manier. Wacht, ik ga jou voor deze mooie video, had ik jou beloofd. Wat is het liefst? De Choco of de Holiday Booster? Of kennen ze het nog niet? Of wil je nee, proeven? Nee, ik ken het nog niet. Dat is, maar je bent niet soft van gember. Hè? Nee. Daar zit gember in en kaneel, dan gaan we het een dier geven. Hè? Ja. Dus vooral, heb je Machtelt live gezien gisteren? Machtelt. Ik ken ze wel, maar ah, ja, ik van, van min 34 naar min 40, dankzij deze. Ah, ja. Dus ik ga, en die zijn van Alain. Want jij bent nog een starter, hè? Maar Machtel is al 34 kilo kwijt en die zei altijd al, hè? Ik nooit die dag nooit niet gezorgd, want ja, het gaat niet weg. Die zei van, weet je, ik zie wel wat er gebeurt. Ja. En die is dat beginnen pakken en die is nu 6 kilo af, ook op zoiets gelijk in 3 weken nog erbij. Oh, dat moet wel eens dat is heel hongerstillend, maar ga ik wel zeggen, jammer, ik heb al een pak minder honger. Maar je gaat zien dat dat nog van alles anders doet. Ah, dus dat is plezant. Okay. En dan moet je s'avonds drinken, daar zit geen cafeïne in of niks. En je hebt je vitamine D dagelijks portie. Oh. Ik zal hem misschien live maken, wacht, kom mee. Dan kun je hem eerst proeven. Wie weet zich dat moet dat niet hebben. Kom zien. Voilà, kom maar mee achter de toog, hè. Dat is in een toog waar je niet dik van wordt. Dat is goed, hè. Ja. Wacht, wat is er hier? Voilà. Hier is hem. Die krijg je van mij, als je hem lekker vindt, hè. Als je hem niet lekker vindt. Lust er normaal warme chocola? Ja, ja. Ja, de koffie is ook wel lekker, vind ik. De koffie pak je als... Ah, dat is misschien interessant. Denk jij de koffie is morgens vroeg als extra vet verbranden? Ja. Wie heeft jou gecoacht? Dan heeft Jurgen jou gecoacht. Ja. Ah, Jurgen, je ziet, dat is een goede coach, hè. Hij had een absces op een delicate plek, we gaan niet zeggen waar. Dus dat is nu weggenomen. Dat wisten we niet, maar hij luistert altijd mee in de lives. Dus zou zeggen, Jurgen, we hebben al een top coaching gedaan. He, want wat doe je dan? S'morgens vroeg op de nuchter maak je koffie, dubbele vetverbrander, paf. En dan, hoeveel schepjes? Een halve, een hele van die koffie? Een heel schepje, nee. Een heel schepje? Ja. En dan een grote tas. Oké. Ja. En dat zit? Ja. Oké, dat is goed om te weten. Voilà, dat is plezant, hè. Wacht, ik ga hier. Dat is warm. Het trekt zo'n beetje van structuur op Italiaanse... of Spaanse chocola, maar ja, je krijgt er in plaats van dat je er van dik wordt, word je daarvan slank. Hè? Dat is bij de Spaanse en Italiaanse. Voilà, hè. Ben dat benieuwd of dat je hem lust, hè. Test eens. Alsjeblieft. Want als jullie vragen hebben, stel ze gerust, voilà. Want je ziet, 's morgens vroeg de koffie op de rug te maken, geen dubbele vetverbrander, is een gouden. Dat de Jurgen heeft dat gevonden. Ik heb hem wel gecreëerd, de koffie, maar de Jurgen zei, drink dan eens 's morgens op de rug te maken, dan gaan we zien, die vetverbranding gaat rappen in gang schieten. Dat is een goeie. Voilà, ik denk dat dat een goeie is. En? Lekker. Ja? Moet dat niet zeggen als het niet is, hè? Nee, het is lekker. Is het lekker? Nee, oké. Okay. Dan is er één pot voor u, omdat je filmt tussen van de dag. Denk ik wel. Maar je hebt goede inspiratie gegeven aan mensen, ik denk dat dat goed is. Dus morgens vroeg. Jij pakt als eerste ding dat je wakker wordt, pak je koffie. Ja. Oké, cool. En dan neem de crackers, zoveel dat je wilt, met eender welk beleg. Hup, en je bent vertrokken. Ja. Welke crackers eet je 's morgens vroeg? Ik heb alle vier de soorten en alle vijf de soorten gebruikt. Ah, cool. Ja. Toch zo de pikante vind ik nogal... Te pikant. Te pikant. Dat is niet uit, hè. Die andere dus zijn heel lekker. Ah, cool. Ja. Plezant, hè. We sluiten 2 dagen, 2 keer nu. 24, 25 en, en 31, 1. Dus zie dat je genoeg spul hebt. Normaal zeg ik altijd, de winkel is altijd open, maar voilà. Hè? Mm-hmm. Maar voilà, dan deze is voor u, hè. Omdat je zo'n goed filmtest bent gespeeld. Dank u wel. Voilà. Stop er al even, denk ik. Voilà. Hebben jullie nog een vraag? We zijn er om te helpen, hè. Groeten en geniet van de dag. Bye bye.